Lekkere mestofie. Wow. Hele mooie kleur zeg. Wauw. Ik keek de beelden terug en ik dacht, dit is niet voldoende voor mijn kijkers. Hoi allemaal, welkom bij de 4e aflevering van Taste and Try. In deze aflevering test ik 2 dingen in het onderdeel taste. Namelijk witte chocolade aardbeienbolletjes van Jumbo. En een mug shot pasta die je in 1 minuut in een beker in de oven kan maken. In het onderdeel try heb ik 7 nieuwe baby lips die ik met jullie ga testen. Test ik weer iets om mijn haar mee te kleuren. Dit keer in het pastel paars. En het blijft langer zitten dan 1 dag, dus ik ben heel benieuwd. Kijk ik met jullie samen naar het nieuwe Essence My Must Haves palet, waarvoor ik 8 dingetjes heb gekocht die hierin kunnen. Test ik de Body Shop's Drops of Youth. Weer zo'n spul dat je dode huid verwijdert. En test ik het Stoov warmtekussen. Allemaal verschillende dingen. Kijk maar gewoon gezellig mee. Heb je ook zoveel zin in deze video? Vergeet dan geen duimpje omhoog te doen. En te abonneren als je nog geen abonnee bent. En laten we dan nu snel gaan beginnen. Laten we beginnen met deze. Ik kom echt net thuis. Ik kocht hem bij de Kruidvat. Ik heb kort geleden de L'Oreal Colorista spray getest. Dat kun je zien in Taste and Try 3. Dus ik dacht, laat ik eens kijken wat ze nou nog meer hebben. En ze hadden ook van die producten die er wat langer in blijven zitten. Toen dacht ik, oké, dan ga ik voor een lila kleurtje. En toen keek ik verder en toen zag ik dat ze van eigen merk dit nu verkopen. Volgens mij ligt het echt pas net in de winkel en het is de helft goedkoper, of meer zelfs. Want die verf kost €10 en deze 4. Het is een kleurcrème, hij is nieuw. Colors houdt 3 tot 10 haarwassingen. Spannend. Geeft een zacht pastel kleureffect met een natuurlijke glans. Beste kleurresultaat op gebleekt of natuurlijk zeer licht blond haar. Uitwasbaar. Ik ga dat dus in dit wat hier nu ingewikkeld zit in een knotje testen. Heel erg benieuwd, heel erg spannend. Het kan ook een enorme faal worden, maar ik heb nog geen review hiervan gezien. Misschien inmiddels wel nu jullie het zien, maar als ik het film nog niet. Dus ik ben echt heel benieuwd en jullie gaan er nu naar kijken. Oké, ik heb dit allemaal gewassen en dan ga ik wachten tot het droog is. Ik heb alles vastgedaan en dan dit plukje los. Het gekke is dus, kijk, je draait hem open en er zit geen seal verder op ofzo. Ik heb geen handschoenen. Het is zo gek om te doen. Ik doe het maar gewoon. Ik heb ook gewoon een witte handdoek. Oh ja, tuurlijk. Je kan natuurlijk dit 30 minuten laten zitten en bijvoorbeeld dan iets naar boven gaan en dat dan 20 minuten. Dan krijg je een beetje dat ombre. Dit is in ieder geval echt niet pastel. Dit is echt heel erg paars. Het gaat heel makkelijk van mijn handen af in ieder geval. Ik ga dan nu gewoon even verder chillen. Dan zie ik jullie zo weer. De verf zit er nu 10 minuten in. Dan doe ik het nu nog 10 minuten. En dan doe ik het weer in de onderkant. En dan doe ik het ook nog wat hoger. Ik ga echt super hoog, jongens. Oh my god. 1 pluk. Dan is het nu zo. En dan ga ik dit nog iets hoger nog. Dan is het nu zo. En misschien is het wel heel vet als ik dit weer 10 minuten doe. En dan nog wat hoger ga, een klein stukje. Dan zijn we weer 10 minuten verder. Ik wil dan zo goed mogelijk beeld aan jullie geven. Dus ik ga gewoon door tot het bruine. Dus dan pak ik dit stukje er ook nog bij. Dan laat ik dat ook weer iets van 10 minuutjes zitten. Ik kan eventueel ook nu gewoon het bruine erbij pakken. Dan zien we dat ook meteen. Ja joh. Nou, deze hele strook zit vol met verf. Dan zie ik jullie over 10 minuten en dan ga ik hem uitspoelen. Dan ga ik het even feunen. Nou, heel apart dit. Het is wel pastel, hè? Maar zo subtiel. Nu baas dat ik niet meer haar heb gepakt. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Het lijkt heel erg alsof het echt niet overal heeft gepakt. Want dit onderzoek heeft er dus 30 minuten in gezeten. En dat is echt niet heel donker, dus ik denk even met me mee. Maar of jullie dat ook denken, maar dat je dit echt wel 40 minuten of 3 kwartier moet laten zitten. Ik vind het wel heel vet. Het is natuurlijk echt pastel en niet paars. Dus ik was heel erg bang. Maar kijk, nu heb ik dus een mix van het pastel en het blonde. Je ziet het echt nauwelijks. Ik denk ook niet dat het echt groen gaat worden. Maar ik ga dat wel voor jullie testen. Je ziet hier heel erg duidelijk. De buitenkant staat pastel en het midden is blond. Dus je ziet echt wel kleurverschil. En in het bruine, want voor mensen met bruin haar, zie je het volgens mij ook wel een beetje zitten, toch? Dan ga ik het even wassen. En als het dan niet meteen groen wordt, dan is het gewoon helemaal safe. Ik heb het gewassen. Je ziet nog steeds pastel. Je ziet geen groen. Ik hoop zo dat jullie het goed zien. Volgens mij wel. Het is echt niet groen. Ik denk echt dat deze verf helemaal top is. Ik vind het heel tof. Ik vind het echt geslaagd. Voor €4 heb je gewoon pastel haar. Hoi jongens. Ik wilde geen paars haar, maar ik keek de beelden terug en ik dacht, dit is niet voldoende voor mijn kijkers. Ik wil het echt goed reviewen. Dus het is nu iets van 3 dagen later. Trouwens mijn bril op. En ik heb het op dezelfde manier gedaan. En ik heb wat plukken gepakt. Maar het zijn best veel plukken geworden. Dus jullie zien straks het eindresultaat. Oh my god. Voor de laatste 5 minuten ben ik er nog heel even wat meer doorheen gegaan. Ook de bovenkant. Ik heb trouwens echt nog meer dan de helft over. Ik heb het zo in een bakje gedaan. Het wordt echt super zwart. Ik ga het zo maar eens uitspoelen. Dan zit het er denk ik weer een half uur in. Misschien ietsjes langer. Ik zie echt niks. De vorige keer zagen we het toch wel op nat haar al. Nou jongens, ik zat ineens te denken van oh, ik heb natuurlijk gewoon olie in mijn haar zitten. En ik heb het niet uitgespoeld zoals de vorige keer. Dus daarom heeft de verf niet goed gepakt. Ik zie zelf een heel klein beetje verschil omdat het een iets andere tint heeft, mijn haar. Maar het is niet lila geworden. De kleur heeft niet gepakt. Gelukkig hebben jullie kunnen zien bij de vorige beelden dat het dus wel zijn werk doet. Oké, jongens, inmiddels heb ik me opgemaakt en mijn haar gesteld. En ik kan wel zeggen dat het experiment mislukt is nu. Ik vind het echt heel erg jammer, want ik dacht eerst van oh, ik wil het eigenlijk niet, maar ik doe het voor jullie. Maar uiteindelijk, toen het er eenmaal in zat, was ik wel echt excited. Want ik had het heel netjes gedaan. Echt een soort van highlights gemaakt, maar dan laag. En netjes naar boven toe gewerkt. Echt mijn best erop gedaan. Wat ik raar vind, is ik heb olie in mijn haar gedaan, maar dat doe ik altijd ongeveer in dit stuk. Dus je zou denken dat alles daarboven wel gepakt heeft. Dus ik dacht, misschien komt het wel omdat de verf open is geweest. Het lijkt me niet, aangezien hij echt niet gesealed is en er alleen een dop op zit. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik denk dat het dus heel belangrijk is dat je het op schoon haar doet. Want dat vorige plukje was gewoon helemaal gelukt. Alleen nu, ik zie dat paarse plukje ook gewoon niet meer terug. Het is echt niet paars. Ik heb wel het gevoel dat het een soort van assiger blond is. Ik weet niet, het kan ook dat ik het me dat inbeeld. Maar ik ben heel benieuwd of jullie dat ook zien. Maar in het bruine zie je ook helemaal niks. Het heeft er ook zo kort in gezeten. Het werkt dus wel, maar ja, waarschijnlijk gewoon echt op schoon haar. Dus was je haar meteen. En dan, ik heb nog een halve fles over, dus ik denk dat ik het nog wel een keer ga gebruiken. Maar ja, dat zien jullie dan wel weer in een video of op mijn social media. In ieder geval nu echt over naar Charlotte in de studio. Doei! Nou, jullie hebben net gezien wat het resultaat is. Heel erg spannend. Ik hoop dat het een beetje positief heeft uitgepakt. En dan gaan wij nu verder naar de allereerste taste. En ik vind het jammer dat ik niet meer taste heb, want ik heb echt zin in wat lekkers. Deze zag ik bij de Jumbo in Baarn toen ik bij mijn ouders was. En het is niet iets heel erg bijzonders, maar jullie willen ook gewoon normale dingen zien die je in de supermarkt kan krijgen. Dus dit lijkt mij heel erg lekker. Onder de laag fris zoete yoghurtchocolade zit een heerlijke frisse aardbei. De combinatie van deze twee smaken is verrassend lekker. Ik denk gewoon gedroogde aardbei met een laagje yoghurtchocola. Maar hij zit ook lekker. Het ziet er in ieder geval super leuk uit. Het was ook niet duur. Ik weet niet meer echt precies hoe duur. Oh, er zit niet veel in. Als het lekker is, dan is het gewoon super leuk om op zo'n soort high tea of op borrel neer te zetten. Het is wel veel groter dan ik had verwacht. Dit is de allergrootste. Laten we die gaan proeven. Wow. Wow. Normaal is het toch zo dat op het plaatje het er lekkerder uitziet dan in het echt. Dit is echt zo van, wow, beter dan op het plaatje. Kijk dan. Het smaakt heel erg naar yoghurt. Voor mij is de rand met chocola net iets te dik. Ik zou het iets dunner lekkerder vinden, want de smaak van de aardbei valt nu een beetje weg. Het is heel leuk, het is lekker, het is origineel. Maar ik denk niet, oh, heel lekker. Ik heb ook niet de behoefte om echt helemaal op te eten. Het is voor mij niet echt dat ik denk, yes, super lekker. Gewoon lekker. Ik weet niet, ik ben gewoon neutraal. Dan gaan we over naar dit palet en die heb ik ook net gekocht. Ik ben zelf niet heel erg van de palet, want ja, er zitten vaak kleurtjes in die je niet zo leuk vindt. Dat soort dingen zijn nooit echt iets voor mij, maar ik zag deze liggen. En deze grote variant met 8 vakjes kostte maar €2. Dat was trouwens in Almere, dus dat is een vrij grote Kruidvat. Zo ziet het eruit. En dan had je allemaal kleine dingetjes om erin te doen. Ik had echt zo'n snoepwinkelgevoel, alsof je een zak met snoep mag vullen bij de Jamin, weet je wel, als je nog klein bent of als je al ouder bent. En ik heb allemaal mooie dingetjes uitgezocht. Ik zal er nu wel gewoon even een muziekje onder zetten en even snel laten zien wat ik heb. Je maakt het doosje open. Zal ik het even voordoen met deze. Als je het dekseltje eraf haalt, dan kun je hem erin klikken. En dan kun je hem er zo weer uitklikken. Dan ga ik ze er nu allemaal in zetten. Ik moet zeggen, het is heel erg leuk om dit erin te zetten. En ik vind ook dat ik echt een super mooi palet heb. Ja, wow, anders. Terwijl mijn camera uitviel, heb ik eventjes de lip base en de lip powder aangebracht. En het is niet echt mijn kleur. Ik ga het er ook weer afhalen, maar ik wou het even aan jullie laten zien. Het ziet er echt uit alsof je oogschaduw op je lippen hebt aangebracht. Dat is het eigenlijk ook gewoon. In principe kan ik net zo goed deze op mijn lippen aanbrengen, denk ik. Ik zal even doornemen welke kleuren ik heb. De lip base in kleur 01. Lip powder in kleur 02, de setting blush in kleur 03, fixing powder in 01, bronzing powder in 01, highlighter powder in 01, eyeshadow powder in 05 en eyeshadow powder in 02. Dat zijn de kleuren die ik heb en dan zal ik ze nu even voor jullie swatchen. Oh, ik vind dat heel moeilijk om dit te laten zien, maar ik ben heel erg enthousiast. Ik ging er echt maar 1 keer overheen. Lip powder, blush, fixing powder, bronzer, highlighter, roze oogschaduw, bruine oogschaduw. Dat is het palet. Hopelijk heb ik jullie er wat meer over kunnen vertellen. Ik vond het er heel erg leuk uitzien. €2 betaal je voor het doosje en €1,60 per stuk voor de losse elementen. Je kunt ze dus ook weer uitklikken, het textieltje erop doen en ze los meenemen. Wat ik leuk vind is dat het palet niet zo heel erg groot is en ik vind het heel erg leuk. Dus laten we dan nu verder gaan met de volgende try, want we hebben niet zoveel taste. In mijn mailbox ontving ik een mailtje dat ik normaal nooit zou ontvangen, want ik ontvang vooral beauty gerelateerde mailtjes. Maar dit ging over iets heel anders, namelijk een warmtekussen. Vooral bedoeld voor horecagelegenheden, dat je buiten lekker warm kunt zitten. Maar ik dacht, hé, als ik bijvoorbeeld aan het studeren ben, krijg ik het altijd super koud. Hele koude handen, koude voeten. Want ik me zo aan het focussen ben, houdt mijn lichaam zich gewoon niet warm. Dus ik wil best wel graag zo'n warmtekussen. En uiteindelijk zeiden ze van ja, we kunnen er eentje naar je opsturen in de kleur taupe. En ik heb eventjes voor jullie gefilmd dat hij binnenkwam. En de poezen hadden me meteen geclaimd. Maar ik vind hem zelf ook heel erg lekker. Maar gaan jullie nu maar even kijken naar de beelden van toen ik hem binnenkreeg. Oeh, leuk. Deze komt net binnen. Oh, leuk dit. Zo'n boodschap. Oh, het is oplaadbaar. Het gaat over duurzame energie. Warmtekussen en oplader. Het meest behagelijke warmtekussen. Oh, ik heb hem nu aangezet. Doet hij het al dan? Is het een aan-uitknop? Oh, 3 standen. En nu gaat hij uit, denk ik. Ja. En dan gaat het vanzelf uit ook, staat er. Volgens mij hoef ik verder helemaal niks te doen, want je kunt hem gewoon opladen. Je kunt de hoes wassen. Hier zit het draadje, als ik hem wil opladen. Die is dus onzichtbaar. Hier zit de rit dat je de hoes eraf kan halen. Het draadje verstop je eronder. Past inderdaad perfect op deze stoel. Hij staat ook mooi hier. Oh, dat zwarte is echt zo'n grip, zo'n rubber. Oh, mijn oma zou dit lekker vinden, zeg. Dat zou ik echt aan haar moeten geven, maar ik wil hem zelf zo graag houden. Hij wordt warm. Maar ik heb het echt altijd super koud tijdens het studeren. Dit is heerlijk. Oh, hij begint lekker warm te worden. Daar zit ik op mijn stoofie. Lekker op mijn stoofie. Oh nee, volgens mij heeft deze hem al geclaimd. Nee, je gaat hem niet kapot maken. Lekker warm? Ja, dat vindt hij natuurlijk vet. Niet auw. Nee, dan mag je er niet op. Hij is er zelf op gaan liggen. Nu gaat hij er natuurlijk nooit meer af. Nou, ik chill hem lekker hier op mijn stoof. En terug naar Charlotte in de studio. Die er hopelijk wat mooier uitziet. Nou, zoals je dus kunt zien, vooral Bobby ging er echt direct op liggen. Noah daarna ook. En ik vind hem zelf ook heerlijk. Elke dag als ik aan het studeren ben, dan zit ik hierop. Het is gewoon zo chill. Je hebt 3 standen. Je laat hem gewoon op in stopcontact. Ik vind het echt heerlijk. Het zit ook nog eens lekker stevig. Lekkerder dan de dunne kussentjes die wij hier op de stoel hebben liggen. Dus het is misschien iets geks waarvan je niet snel zou denken, dit heb ik nodig. Maar nu ik het heb, ben ik hier zo blij mee, want het houdt me echt heel erg lekker warm. Dus bedankt Stoov voor het opsturen. Ik krijg trouwens niet betaald om dit te zeggen, maar ik heb hem wel gekregen. Dan gaan we nu over naar de volgende taste. Deze mugshot pasta kwam ik tegen bij de Deen voor €1. Minder dan 2% vet. Geen artificial colors of preservatives. Klaar in 5 minuten. Deliciously creamy cheese pasta. Ik hou helemaal niet van dit soort kant-en-klare dingen. Maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die er wel van houden. Dus ik dacht, ik ga het voor jullie testen. Scrummy pasta spirals in a creamy cheesy sauce. Je moet het in een mok doen. 200 ml kokend water toevoegen. Gewoon doorroeren. 5 minuten wachten. En indien gewenst extra water toevoegen voor een dunnere saus. Wat denken jullie? Zet nu in de comments of je denkt dat dit lekker gaat zijn. En als je het al kent, laat ook maar weten wat je ervan vond. Jullie gaan nu kijken hoe ik dit ga maken. Ik giet hem erin. Oeh, het stinkt echt sterk. Dan doen we even zoiets. Volgens mij is dit ongeveer 200 ml. Het ruikt echt gewoon naar van het poeder dat ze op chips doen. Oh, misschien heb ik wat te veel water gedaan. Maar de pasta moet ook nog gaar worden. 5 minuten wachten. Zien jullie mijn paarse haar? Hier is hij. Doe er even wat op, dat de warmte niet zo weggaat. Hij is geschikt voor vegetariërs. Het zit er nu op 5 minuten. Volgens mij is het echt nog hard hoor. Het is helemaal crunchy. Het kan gewoon, maar het is denk ik chiller. Stel je bent thuis, zou ik het gewoon in een pannetje doen. En dan even 5 minuutjes laten koken. Het is wel echt kaverig. Pasta is nog steeds niet helemaal gaar. Maar de smaak is lekker. Is wel heel chill voor €1. Ik zou hem toch, stel ik moest weer naar musicalschool vroeger en zo. En dan moest ik daar eten. Zou ik toch wel zo'n pastaatje maken. Ik vind het toch wel chill. Het is natuurlijk niet culinaire hap. Maar hij smaakt lekker en hij doet gewoon wel wat het belooft. Dit is hoe het er nu uitziet. Ik kan dus ook nog wat minder water doen. Maar het is best wel chill. Hoe langer je hem laat staan, hoe lekkerder die eigenlijk wordt. En ja, ik vind het wel een goed product. En er zit weinig vet in, dus ik vind hem helemaal toppie. Terug naar Charlotte in de studio. Ik weet niet of het lekker was. Jullie hebben het gezien. Maar laten we maar snel doorgaan met het volgende product. We hebben er nog twee, waarvan 7 dingen zijn. Wow. Oké, deze heb ik ook in mijn mailbox gekregen. Van ja, de Body Shop heeft een nieuwe lijn. En ik zei, die wil ik wel proberen. Toen deze dus binnenkwam, want het was alleen dit product, heb ik het getest en dacht ik dus ineens, oh, dit is precies zoiets als ik laatst heb getest van May Beauty. Als je Taste and Try 2 hebt gezien, dan weet je dat ik daar een gel gebruikte die je door je huidcellen laat oplossen eigenlijk. En dit is eigenlijk hetzelfde. Dus misschien is het gek dat ik 2 keer hetzelfde soort product test, maar het was toch anders. Dus kijk maar even mee. Hallo jongens, sorry voor dit. Ik moet 2 pompjes op mijn vingers, dus droog gezicht en al schoongemaakt. Voor 20 seconden masseren tot er klontjes vormen, ja. 2 tot 3 keer per week. Nou, mijn gezicht is nu best wel toe aan zoiets. Dus ik ga dit nu gewoon testen. Ik heb trouwens nu geen bril op en geen lens in, dus ik zie jullie niet goed. Ik ga eerst nog even met micellair water mijn gezicht reinigen. Ik haal het eraf. 1, 2. Het is best wel veel. Oké, het is best wel dik. Het ruikt wel lekker. Het ruikt heel plantachtig. Ja, het is hetzelfde. Ik voel het wel. Wow. Dat is echt nog meer. Ik weet dat het hier vorige keer heel moeilijk ging. Nou, ik denk dat het zo wel goed is. Ik ga het er nu gewoon afwassen met het washandje. Het weghalen gaat vrij makkelijk. Maar ik moet wel heel hard. Je ziet ook, ik ben helemaal rood. Ik dab mijn gezicht droog. De roodheid trekt wel best wel snel weg. Mijn gezicht voelt super zacht. Een beetje trekkerig. Niet heel erg, maar wel een beetje van... Weet je wel, het is heel zacht, maar je wil wel graag een crème aanbrengen. Mijn huid voelt heel schoon, ziet er schoon uit. Ja, ik hou er heel erg van om een heel fris gevoel te hebben door het schoonmaken van mijn huid bijvoorbeeld. En dit vind ik dan wel heel erg fijn, dus voor mij zeker een aanrader. Ja, terug naar Charlotte in de studio. Ik ben heel erg enthousiast over dit product. Ik heb het inmiddels al 3 keer gebruikt. Om de 2-3 dagen gebruik ik het. En ik wil het niet vaker doen, want volgens mij is dat niet goed. Maar het gevoel dat je krijgt is bijna verslapend, want je huid voelt zo schoon. Ik heb daarna een video opgenomen. En mijn huid, het is nu nog steeds wel hoor, ik heb het nu 2 dagen geleden gedaan, is zo egaal. Stel je gaat zonnen of je gaat je opmaken en je gebruikt dit daarvoor. Je huid is zo clean. Ik hou van dit spul. Ik vind deze verpakking super prettig. Ik ben echt gek op dit soort spulletjes. Hebben jullie het wel eens gebruikt? Want het is een hele bijzondere ervaring. Ik weet zeker dat ik het echt nu standaard ga gebruiken. En dan ga ik nu door met de allerlaatste producten. En dat zijn 7 Baby Lips. Oh my god. Misschien test ik iets te veel producten in Taste and Try. Want ik zou wel een hele video kunnen opnemen over 7 Baby Lips. Maar ik ga het dit keer niet uitgebreid doen. Ik laat hem zien. Ik laat zien hoe het eruit ziet en hoe het ruikt. En that's it. Ik heb de Holiday Spice editie. Er zijn er 4. Die kocht ik bij de Kruidvat voor, ik geloof, €3. En de Valentijnscollectie bij Big Bazaar voor €2, dacht ik. De eerste Valentijn is deze. Met een hartje erop. En hij heet Pomme d'Amour. En dit is de swatch. En die ruikt echt naar zoete kauwgom. Candy Kiss. Naar fruitige snoepjes. Chocolate Kiss. Naar chocola. Chocolademelk. Café mocha. Ook een beetje naar chocolademelk eigenlijk. Pumpkin Spice. Oeh, er komt wat veel kleur vanaf. Heel ver weg ruikt het naar Pumpkin Spice. Ik kan het niet echt goed omschrijven, maar het is wel oké. Chai tea latte. Wow. Het ruikt best wel goed naar chai tea. Maar ik heb het gevoel dat er ook een beetje munt doorheen zit. Vanilla cupcake. Hele mooie kleur zeg. Wauw. Hij ruikt heel licht naar vanille cupcake. Een beetje naar cake, romig en zoet. Maar niet heel sterk. Ik vind het heel erg leuk, al deze baby lips. Ik hoop dat jullie de video ook weer heel erg leuk vonden. Ik vind deze serie gewoon echt super leuk. Als jij hem ook leuk vindt, doe dan je duimpjes omhoog. Als je hier nieuw was, vergeet dan niet te abonneren. Hieronder staat ook een linkje waar je op kan klikken. Of je klikt op de rode knop, is helemaal gratis. Dan hoop ik jullie weer te zien bij een nieuwe Taste and Try over ongeveer een maandje. En sowieso volgende week zaterdag weer om 9 uur bij een nieuwe video op mijn kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot dan. Doei doei! Jongens, die thumbnails maken voor Taste and Try is zo moeilijk.